Kok hier, Juvederm Volume, wat is het? Nou, okay. Nou, Juvederm Volume is een deel van het Juvederm pakket. Het is een hyaluronzuur. En Juvederm Volume kenmerkt zich met name doordat het een filler is die lang aanhoudt. Ja. Zelfs soms tot van 1,5 tot 2 jaar. Zo. En, maar het middel is, als je het inspuit, blijft eigenlijk, het is heel elastisch. Dus het blijft eigenlijk de vorm heel goed behouden. Dus daardoor is het liftende effect in de huid heel erg heel hoog. Groot. Ja. Oké. Okay. En wat kan je er allemaal mee? Welke behandelingen? Als je die eigenschappen inzet, dan wil je dus waar je volume wil creëren. Dat zijn jukbeenderen, maar ik gebruik het ook soms gewoon voor de lippen. Want zeker sommige patiënten willen juist echt volle lippen hebben. Ja. En dus veel projectie naar voren. En dan vind ik Juvederm Volume ook een heel geschikt middel. Maar je gebruikt het over het algemeen waar volume nodig is. Waar volume nodig is, oké. Okay. Ja. En mensen die het gebruiken, wat kunnen die daarvan verwachten? Nou, ongeveer een goed resultaat. Ongeveer zijn ze erg tevreden over het middel. Het is een wat duurder middel, hè? Het is een duurder middel. Ja. En waar zit dan het kwaliteitsverschil? Nou, bijvoorbeeld, het is een heel erg liftend middel. Maar omdat het elastisch is, kan het makkelijker door een dunne naaldje. En dus je krijgt volume en je hebt toch een dun naaldje nodig. Ja. En daarnaast lift het gewoon echt gemiddeld meer dan de andere. Dan normaal. Ja. Oké, duidelijk. En hoe lang houdt het aan? Ik hoorde je anderhalf tot twee jaar zeggen. Ja. Nou, duidelijk. Ja. Juvederm Volume dus. Dus eigenlijk de conclusie is dat het een soort filler is die met name voor de diepere lagen wordt gebruikt, waar je dus echt volume wil creëren, bijvoorbeeld de jukbeenderen of de lippen. Ja, en dat het heel lift. En het heeft een heel groot liftend effect, ja. Precies. Duidelijk. Oké. Okay.